Een vijftal jaar geleden ben ik hier beginnen schilderen. Door omstandigheden is hij eigenlijk op mijn pad gekomen. Het eerste jaar heb ik dus één kunstwerk verkocht. En dan bleef ik eigenlijk maar proberen en uitvinden en creëren. En dan uiteindelijk ja, is dat echt gegroeid en kan ik er echt van leven. Dus dat is fantastisch, hè? Iets in mij gaf mij de drive om dat door te zetten, omdat ik voelde dat ik dat was. Je hebt veel meer zelfvertrouwen doordat je iets doet wat je graag doet en waar dat de mensen ook nog eens goed en mooi vinden. Ik werk graag met verschillende materialen. Dus met pastelkrijtjes, met inkt, met pigmenten, met acryl. Dus een beetje ja, Pollock-achtig. Dat is ook eigenlijk een beetje mijn inspiratiebron, die naoorlogse abstracte expressionisten. Het zit hem in de kleine dingetjes. Hè? En het zit ik was verdoken voor iemand die iets doet zonder voorwaarden. En dat is eigenlijk wat ik ermee wil bedoelen, hè? Dat fragile van lof. Ik doe heel veel op gevoel en soms iets te weinig met mijn verstand. Je bent wie je bent. Toeval bestaat niet, hè, zeggen ze altijd. Dus ik denk inderdaad, op het juiste moment heb ik die kans gekregen. Ik heb ze dan ook wel gegrepen. Hè, want ik denk, iedereen heeft een talent, maar niet iedereen neemt dat of doet daar iets mee. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dat wel weten, maar er gewoon niet durven aan beginnen. En dat is gewoon actie, doe. En dat is het, denk ik. Gewoon starten met iets. Niet wachten, of niet morgen, of niet binnen een jaar, of als ik dat heb gedaan. Gewoon begin daaraan. Er is geen enkele dag dat ik zonder hoesting naar hier kom. Dus dat is toch fantastisch. Dat is eigenlijk iets, een super luxe eigenlijk. Mooie dingen maken, mensen daarmee gelukkig maken. En daar zelf ook gelukkig van worden.